zijn nu bij de Eesti Cultuurfabriek in Roermond. En Eesti Cultuurfabriek is een van de partners van Oproer. En Oproer is de opening van het culturele seizoen in Roermond. We hebben in totaal 15 locaties door de hele stad met 125 verschillende optredens met muziek, dans, literatuur, beeldend, eigenlijk alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. Traveling the world, won't you come with me? Like a rolling stone, why don't you come with me, girl? Please come with me, girl, until we find. Cultuur heeft toch een toegevoegde waarde, hè? Dat mensen dat weten en er gebruik van kunnen maken. En laten we ook maar eerlijk zijn, als er veel mensen gebruik van maken, dan kunnen we er steeds meer doen. Als er heel weinig mensen gebruik van maken, ja, dan wordt het toch allemaal wat lastiger in deze tijd. Het is zeker belangrijk dat u ook even langskomt om te kijken hoe het hier gaat. Nou, het gaat hier goed, dat weet ik. Het is ook niet de eerste keer, hè? Maar tuurlijk, ik ben ook geïnteresseerd. Ik kom graag kijken. Ik wil ook wel weten wat in de stad allemaal te doen is komend jaar. Volgend jaar weer? Volgend jaar, wat mij betreft, is dat voor herhaling vatbaar. De Eesti Cultuurfabriek heeft een totaal iets van 4 of 5 podia waar veel te doen is. Klassieke muziek, popmuziek, ook dans en theatervoorstellingen. Maar elders in de stad zijn er nog alles bij elkaar 12 verschillende podia waar heel veel te doen is. We hebben inderdaad die hondenshow die staat in verbinding met de Dog Parade. De Dog Parade is een expositie bij de Eesti Cultuurfabriek en daar hebben we een link mee gelegd. Er zijn heel veel muziekpodia, klassiek, jazz, pop, maar ook een compleet singer-songwriter podium om een aantal dingen te noemen. Ja, als mensen die nu thuis zitten en denken volgend jaar wil ik Oproer beleven, dan zijn ze allemaal hartstikke welkom. Het is allemaal gratis. We hebben amateurartiesten, muzikanten die optreden, maar we hebben ook echt professionele voorstellingen. We hebben vandaag bijvoorbeeld VOF de Kunst hier, we hebben de Philharmonie Zuid-Nederland hier, we hebben de Music History Tour, allemaal professionele bands en optredens. En dat is allemaal helemaal gratis. Dus het weer is heel goed, dus ik zou zeggen komen.